Nee, zo moet je kijken. Je denkt, dat is een zilveren theelepeltje. Maar dat heb ik net geprint. Ik kreeg een proefzakje van echt zilveren filament. Dat is behoorlijk duur. Maar ja, ik heb kennissen die die filament maken, weet je wel. Ik ben toen naar die fabriek geweest, aan de andere kant van de Bosporus en zo. Dat weegt ook helemaal niks hier. Als je het op de grond laat vallen, dan hoor je echt een plastic geluid. Maar moet je kijken, joh. Het glimt helemaal als een gek ventje, joh. Moet je kijken. Het komt gewoon uit een 3D-printer. Dat is nog niet normaal. Er zit nog een klein puntje aan hier, maar... Ja, dit is toch ongelooflijk, joh. Je zou zo tegen iemand kunnen zeggen, wilt u een lepeltje kopen van mij, weet je wel? Echt een metalen lepeltje. Ja, dat is gewoon plastic, weet je. Hij zou ook doorbreken, je kan het buigen zo. Dus, maar goed, dit is wel mooi, hè? Moet je kijken, man. Ja, interessant spul, die 3D-printers, hè? Oké, goed, hè. Ik hoop dat je trouwens... nog tijd had om je printer even te ontwarren van allerlei plastic zaken en zo, maar dat hoor ik wel, hè? Groetjes, hoi.